Hallo allemaal, er is weer eens een filmpje en deze keer gaat het over de nieren en uitscheiding. Uitscheiding is het proces waarbij een lichaam stoffen kwijtraakt die hij niet meer wil hebben. Hoe komen we aan die stoffen? Voornamelijk door eten en inademen. En het proces wat er daarna in ons lichaam gebeurt zorgt er ook voor dat er afvalstoffen komen. Die afvalstoffen moeten weg, die moeten uitgescheiden worden en het lichaam moet die kwijt. En er zijn drie hoofdmanieren waarop dat gebeurt. In de eerste plaats uitademen, vooral voor kooldioxide natuurlijk, maar ook sommige andere gassen kun je uitscheiden. Daarnaast urineren, oftewel pissen eigenlijk in het Nederlands. Ontlasten of poepen in het Nederlands. Dat zijn ook twee manieren waarop je kan uitscheiden. Dan nog zweten, daar kan je ook aardig wat vocht en zouten door kwijtraken. En er zijn er nog wat minder belangrijke dingen. Als je je nagels of je haren knipt, raak je ook stoffen kwijt. En als je onder de douche gaat en er gaan 1000 miljoen huidcellen van je af, dan ben je ook wel stoffen kwijt. Maar dat zijn in principe niet echt afvalstoffen die je daarmee kwijtraakt. Bij ontlasting is eigenlijk het grootste deel van wat eruit komt in de wc niet echt uitgescheiden. Een heleboel bacteriën zitten daarin en die zijn nooit in jouw lichaam echt geweest. Die hebben in dat darmkanaal, daar wonen ze. Maar ze zijn nooit in jouw bloed opgenomen geweest. Dus niet echt strikt onderdeel van jouw bloedsomloop, van je intern milieu, zoals dat heet, geworden. En daarom dat bij ontlasting eigenlijk maar een heel klein beetje van wat daarin zit echt uitgescheiden is. Een voorbeeld is de gal. De gal is door de lever geproduceerd, uitgescheiden via de galblaas. En dat wordt dan voor een deel uitgescheiden en dat veroorzaakt ook die bruine kleur die ontlasting heeft. We gaan voornamelijk met dit filmpje kijken naar de nieren, want die zijn heel erg belangrijk en direct op de bloedsomloop aangesloten. Die nieren zijn dus filters. Ja, er is een bloedstroom naartoe, naar die nieren, en er is een bloedstroom weer vanaf. Maar er is niet alleen een bloedstroom vanaf, er is ook een stroom van urine vanaf. De aandrijving, om het zo maar te noemen, van het filteren is de bloeddruk. In veel organen en weefsels weet je dat via de bloeddruk er weefselvloeistof ontstaat. In de nieren gebeurt dat op een speciale manier. De bloeddruk zorgt er daarvoor dat er zogenaamde voorurine wordt gevormd. En dat is eigenlijk ook een soort van filtraat van het bloedplasma. Het is het bloedplasma voornamelijk. De eiwitten komen daar, als het goed is, niet in terecht, maar wel wat andere stoffen. En dat heet dan de voorurine. Vergelijkbaar heel sterk met gewoon weefselvloeistof. Maar het wordt opgevangen en daardoor kunnen de nieren daar iets mee. Hoe liggen de nieren in het lichaam? Nou, aan de rugkant, aan weerszijden van de ruggengraat. De darmen liggen daar allemaal voor. En elke nier heeft een urineleider die loopt naar de urineblaas. En daar is dan weer een urinebuis die het naar buiten kan vervoeren. Die blaas is natuurlijk handig dat hij dat opvangt, anders zouden we continu lopen te druppelen. Maar die nieren samen, meestal zijn het er twee. Het kan soms zijn dat één nier heel erg weinig ontwikkeld is, zeg maar zo groot is als een tuinboom. Maar meestal zijn het er twee, die liggen dus aan de rugkant. Hoe zijn die nieren opgebouwd? Er komt natuurlijk een slagader naartoe, want als er geen bloed naartoe stroomde, dan was er ook niets om te filteren. Dat bloed stroomt direct door naar de buitenkant van de nier. En in de buitenkant van de nier liggen die dingetjes die ervoor zorgen dat er van dat voorurine gevormd wordt. Dat voorurine gaat vervolgens in het niermerg, gaat dat gefilterd worden. Of eigenlijk is dat niet het juiste woord. Eigenlijk wordt er uit die voorurine van alles gehaald wat je eigenlijk nog wel zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld er worden zouten teruggehaald, er wordt water teruggehaald. En zo wordt er gezorgd dat de urine een samenstelling heeft van voornamelijk echt afvalstoffen. Natuurlijk opgelost in water, anders zou je het op die manier niet goed kwijt kunnen raken. Dus in de schors wordt voorurine gevormd. In het merg wordt eigenlijk de voorurine weer een beetje daarvan teruggehaald. Wat je nog wel wil houden, dan wordt het in het nierbekken opgevangen. En het loopt in de urineleider naar de urineblaas toe. Natuurlijk zijn er ook weer adertjes die ervoor zorgen dat het gefilterde bloed weer wordt afgevoerd. En daarmee hebben we dan eigenlijk de voornaamste onderdelen van de nier wel gehad. We kunnen natuurlijk, zoals hieronder, nog wat microscopischer gaan kijken. Je ziet dan een aantal heen en weer gaande buisjes waaruit dat vocht bijvoorbeeld gehaald wordt.
zijn de nieren altijd even actief. En vooral dat niermerg waar die wat terugwinnen van water plaatsvindt. Nou nee, je hebt allemaal wel eens meegemaakt dat als je 's morgens uit bed komt en je gaat naar de wc, dat de urine behoorlijk geel is, terwijl het in de loop van de dag misschien heel anders is. Die nieren passen zich aan de hoeveelheid water in het bloed. Zit er heel veel water in het bloed, omdat je gewoon veel gedronken hebt, dan zal die urine lekker verdund raken, omdat er genoeg water is. Maar dreigt er een watertekort, dan worden de nieren zuiniger met water, nemen veel meer water terug uit de voorurine, waardoor de voorurine geconcentreerder wordt als het eenmaal urine is en er zoveel geler uit gaat zien als dat je misschien wel eens meegemaakt hebt. De functies dus, buitenom die nier, een nierkapsel, het nierbekken wat het opvangt, de slagader en de vertakkingen daarvan voeren het bloed aan, ader voert het af, urineleider voert het urine af, niermerg, dus de plek waar de nuttige stoffen teruggehaald worden, de nierschors, de buitenkant, maar onder het kapsel, daar ontstaat de voorurine en die kelkjes zijn eigenlijk deze dingetjes die in het niermerg het werk doen. Daarmee hebben we de nieren een beetje uitgebreid besproken en ik zou zeggen tot een volgend filmpje.